Toen ik een kleine jongen was, in de jaren 80, waren er eigenlijk maar twee echte posterauto's. En een daarvan was de Ferrari Testarossa en deze, de Lamborghini Countach. En ik weet zeker dat vandaag de dag deze auto nog op veel posters in jongenskamers hangt. Vanwege zijn tijdloze vormgeving. Wat ons betreft is werkelijk elke Lamborghini geschikt als ultieme posterauto. Welkom bij Big Boys Helden. Wat een vette wagen is dit, man. Goed, hè? En wat ik nou zo mooi vind, is dat je in de lijnen van deze Gallardo van 2014, daar zie je gewoon nog die Countach-lijnen in terug. Dat is de magie van de Lamborghinis door de jaren heen. Hè? Want jij kwelde in de jaren 80 van die Countach. Ja. Ik had dat in de jaren 90 met de Diablo. De jongetjes na ons, die hadden de Murcielago. En tegenwoordig kwijden ze van een Aventador. Elke generatie kwelt van zijn eigen Lamborghini. En maar wat maakt Lamborghini wat jou betreft zo legendarisch? Het is een jeugdliefde, kinderliefde. Het is begonnen toen ik een jaar of 14 was. Ik kreeg voor Sinterklaas kreeg ik een autoboek. En ik zie daar ineens in dat boek een zwart-wit plaatje van zo groot van een Lamborghini Countach. En mijn bek viel open. Ik dacht alleen maar, wat is dat? Ik was zo ongelooflijk onder de indruk van die vormgeving, van dat lage, dat brede, dat extreme, dat hoekige. Ik was om, ik was echt zo van, dit is mooier dan 10 Ferrari's bij elkaar. Weet je wie er verantwoordelijk was voor die vormen? Ja, Bertone natuurlijk. Ja, eigenlijk Marcello Gandini, hè, die toen voor Bertone ontwierp. Marcello Gandini die had in de jaren 70 helemaal geen veiligheidsrestricties. Ze hoefde niet op voetgangersveiligheid te letten. En daarom kon hij werkelijk waar zijn designdroom verwezenlijken. Weet je. Hij kon helemaal out of the box denken. En dat heeft hij gedaan. En daardoor is de iconische vorm zo gebleven. Kun je nagaan dat Marcello Gandini naast de Countach en de Miura en de Diablo ook verantwoordelijk is voor de Citroën BX? Die hoekige vormen komen er toch weer in terug, ja. Trouwens, dan hoor ik ook wel eens heel vaak, hè. Sinds Audi zich ermee is gaan bemoeien, is de Lamborghini eigenlijk niet meer dan een gepimpte R8. Natuurlijk zullen er altijd toeristen zijn die gaan lopen zaniken over het feit dat Audi zich tegen deze auto's aanbemoeit. Als Volkswagen dat niet gedaan had, was de kans dat Lamborghini niet meer bestaan had een stuk groter geweest. En ik durf hem wel aan dat door de bemoeienis van Audi, Lamborghini's tegenwoordig enigszins heel blij. Gedeeltelijk, want ik heb ook wel eens begrepen dat er nog wel eens wat Lamborghini's spontaan in de hens willen vliegen. Oh, daar komt een politie uit. De bouwkamer. Ja. Middag, hallo. Mam! Roland, om jou een beetje mee te nemen naar mijn jeugd in de jaren 80, heb ik voor jou een afspraak geregeld ook met Jent. En hij is de eigenaar van deze fantastische Countach. Sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Waarom is voor jou die Countach nou zo'n belangrijke auto? Ja, dat is het meest extreme. Kijk naar dat model. Kijk naar een deur op die zo open gaat. Ook weer een idee van Gandini, hè? De parkeerplaatsjes in Nederland zijn zo smal, maar deze auto, je kan er altijd uitstappen. Hoe voelt het nou om in dit ding te mogen sturen? Ja, dat is eerst even een andere adrenaline kick, hè? Het is een klein beetje stress. Als je van de linkerbaan op de rechterbaan wil, dan moet je eerst een auto inhalen, dan weet je zeker dat er niemand naast je zit. Precies. Want je ziet het niet. Nou, wat zich hier bevindt, zie je niet. Maar als je dan 's ochtends op de zaterdagochtend instapt, hè, ja, wat ervaar je dan? Dat is genieten, dat is niet uit te drukken. Dat is hoe moet je dat uitdrukken? Feestje, of niet? Is dat ook voor jou het geluid? Hey, er zit een radio, die heb ik nooit aan. Een perfecte radio met CD erin, maar die is nooit aan. Heb je dat niet, dat je elke keer als je erin hebt gereden, dat je denkt, dat moet ik eigenlijk vaker doen? Ja, dan denk je,
godverdomme, dat was wel leuk. Ja, precies. Ja, maar je weet nooit of even later die bekeuring... Ja, ja, ja. ...een dode brug, dat was vocht. Dat wij als jongetjes autogek waren, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Maar hoe zit het met de jongetjes van vandaag de dag? Om daarachter te komen, hebben we twee Lamborghinis op het schoolplein gezet. Mama! Ja, wil jij echt een auto hebben? Het is alle twee mooi. Wie van jullie wilde later een Lamborghini voor zijn huis? Allemaal. En dan gaat hij hem starten. Moet je goed luisteren hoor. En dan ben ik toch benieuwd waardoor het nou komt dat wij jongetjes zo gek worden van dit soort auto's. Waar komt die fascinatie voor de supercar vandaan? Kijk Roland, als er iemand is die iets weet over jongensenpsychologie, dan is het wel de psycholoog. Lieke, hoe komt het nou toch dat jongetjes gek zijn van auto's? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar jongetjes en meisjes, baby's, dan zie je dat jongetjes veel sterker emotioneel reageren op dingetjes, op spullen, dus ook op auto's, okay, dan meisjes. Meisjes doen dat veel meer met gezichten en mensen. Die zijn dus veel meer op relaties gericht. Als je dat relateert aan de dure auto, dan is die dure auto heel prettig om te hebben, want daarmee maak je indruk op vrouwen en kun je dus veel vrouwen vinden. Dus mannen willen eigenlijk imponeren daarmee en zorgen dat ze zoveel mogelijk aandacht krijgen en zoveel mogelijk vrouwen kunnen krijgen. Nou, gelukkig is er met ons niks aan de hand. Hé? Dit is gewoon wat je ballen kietelen, weet je? Dat je gelukkig wordt. Een drempel. Oh. Oh, shit. Wees eerlijk, we hebben geen woord te veel gezegd. Van de Countach, via de Gallardo en tegenwoordig de Aventador en de Huracan, stuk voor stuk posten auto's van het zuiverste water. Dit was hem dan, de laatste aflevering van Autoweek Big Boys. Leuk dat je hebt gekeken, maar de komende maanden ga je nog veel meer van ons zien. Ja, want binnenkort zijn we op de televisie bij SBS6 met Autoweek Big Boys en je kunt ons volgen op Facebook en Twitter. Te veel schuld.